Dag jongens en meisjes, in dit filmpje laat ik je zien hoe je een afbeelding kan uitsnijden met Silhouette Studio. Op het bureaublad staat het pictogram van Silhouette Studio, je opent dat door er dubbel op te klikken. Het is een vrij zwaar programma, dus het duurt eventjes eer dat het opstart. Zo, daar is het al. Als de pagina-instelling nog niet goed staat, dan kan je rechtsbovenaan op pagina-instelling klikken. En kan je deze aanpassen. Vraag eventjes aan je leerkracht hoe groot dat de pagina moet zijn. In ons geval moet die 100 mm op 100 mm zijn. Als je nog geen vakjes ziet of lijntjes ziet op je blad, dan kan je naar het tweede tabbladje gaan en vink je Toon Raster aan. Dan kan je heel goed bepalen waar op je blad dat je eigenlijk gaat afdrukken. Dan, als we een afbeelding willen invoegen, dan moeten we deze eerst downloaden natuurlijk. We gaan naar onze internetbrowser. Je zoekt een afbeelding op die wat je leuk vindt. Ja, geen foto, want dat zijn te veel kleuren. Bijvoorbeeld hier het logo van het Junior Atlas College. Je gaat rechtermuisknop en dan afbeelding opslaan als... En je gaat die in jouw map neerzetten. Dus in de map techniek, daar ga je die in opslaan. Als dat gebeurd is, dan ga je terug naar Silhouette Studio. En nu moeten we die gaan invoegen. Dat doen we door op bestand te klikken, bibliotheek. En dan importeren naar mijn bibliotheek. Je gaat naar de map waar je deze hebt opgeslaan. En dan selecteer je de afbeelding of open je de afbeelding die wat je juist hebt opgeslaan. Nu wordt die geïmporteerd in de bibliotheek. Als je zo'n venster krijgt, dan mag je op overslaan klikken. En daar staat die dan. Een dubbelklik op het logo of op jouw afbeelding. En dan staat die op de pagina. We gaan deze een beetje kleiner maken. Want het is blijkbaar een heel groot logo. Dus als je het hoekje vastneemt, kan je de afbeelding kleiner maken. Zo. En nu moeten we nog gaan bepalen, of de software moet gaan bepalen, wat dat die moet uitsnijden. Dus nu weet hij het nog niet. Dus wat gaan wij doen? We gaan de software gaan zeggen, die afbeelding moet hij gaan uitsnijden. En dat doen we door aan de rechterkant op de balk op het vlindertje te klikken, lijkt het juist. En dan kan je bij de bovenste knop selecteer traceergebied. Dan is mijn muis eigenlijk een kruisje geworden en dan kan jij bepalen van het logo van het Junior Atlas College heb je bijvoorbeeld alleen de bol nodig inhouden, het vakje selecteren. En dan moeten we gaan bepalen wat dat er eigenlijk geselecteerd moet worden. En dan kan je door het schuifje bij threshold. Als je dat meer naar rechts gaat schuiven, dan gaat er op een gegeven moment hier geel gearceerd worden en gaat die dus alles wat geel is gaan uitsnijden. Dus je kan dat zelf aanpassen. Hoe ver dat die moet je eventjes kijken naar de pixels. Het tweede schuifje is denk ik niet nodig. Het derde, zie je, als je die te ver naar rechts schuift, dan gaat die helemaal geel worden, dus dat is niet de bedoeling. En schaal is ook niet. Dus als wij tevreden zijn met het resultaat, dus alles wat geel is, gaat uiteindelijk uitgesneden worden, dan kunnen wij op de bovenste knop traceer klikken. En zo, we hebben op traceer geklikt. Dan kunnen wij het logo aan de kant schuiven. Eigenlijk hebben we dat logo niet meer nodig. Dus rechtermuisknop en dan verwijderen. En wat nu rood is, of de rode lijntjes, dan zijn eigenlijk de snijlijntjes. Dus alles wat nu rood is gaat uitgesneden worden. We gaan die een kleur geven. Ik wilde bijvoorbeeld in het groen uitgesneden hebben. Ja, de kleur op zich maakt niet veel uit, maar dan heb je wel al een zicht hoe
hoe dat het eruit gaat zien. Maar als je nu groen pakt en je wilde eigenlijk rood of geel hebben, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Het laatste dat we nog moeten gaan doen is rechtermuisknop en horizontaal spiegelen. Niet vergeten, want anders gaat die andersom afgedrukt worden of uitgesneden worden. En tot slot mooi in het midden zetten. En dan wordt het weer opslaan. Bestand, opslaan. Of in dit geval opslaan als. Op harde schijf opslaan. En dan kan ik die in de juiste map zetten onder de naam voornaam, jouw achternaam, jouw klas en de kleur waarin dat je die uitgesneden wilt hebben. En dan klik je op opslaan. Als je hebt opgeslaan, dan kan je dat uploaden op Smart School en kan je leerkracht dat uitsnijden.